is vandaag testdag, dus we gaan eigenlijk voor het eerst in het autootje gaan we kijken hoe de baan is. En dan gaan we voelen hoe de auto rijdt, of die voor over of onderstuur heeft. Het schijnt nogal glad te zijn op de baan in verband met zand. En dus we gaan eventjes kijken wat hij doet en natuurlijk veel lol maken. Te trillen in mijn lichaam inderdaad. Ik moet zo meteen als eerste de vrije training starten. Dus ik begin nu al te spelen, ja. Maar je race al 20 jaar. Doet dit nog wat dan? Ja, het blijft bij mij altijd. Zolang ik race heb ik echt altijd die nervositeit en dat je zo graag wil. En nu, je droom gaat nu uitkomen eigenlijk. Dus dat is heel spannend. We doen eigenlijk al mijn hele leven 24 uur. We hebben Le Mans, nou je kunt ze gek niet in denken, alles gedaan. We hebben Le Mans gewonnen 2008. We hebben Spa gedaan. We hebben hier komen 7 keer. We zijn nu met 2 Clio's en een Megane. Dus we doen eigenlijk vanaf het begin af aan hier mee. Dus ik weet dat er problemen zijn met banden, want die gaan heel hard in het begin. We zijn nu heel bezig met banden op te ruwen om zeg maar in de race goede banden te hebben. Dus daar proberen we een antwoord op te vinden dat we ook al gevonden hebben. En dan hoop ik daarmee ook gedurende de race wat profijt van te hebben. Vijf vrouwen, 1 auto in jouw team. Gaat dat goed komen? Ik ben gewend om met vrouwen om te gaan, dus ik denk dat het heel goed gaat komen. Dus natuurlijk is het een beetje dat ze mij een beetje, ja, dat het een beetje zwaar is voor mij, maar ik denk dat het wel meevalt. Waanzinnig. Je hebt wel de baan leren kennen, ook de auto. En iedere keer kom je in de bocht en denk ik, shit, kan nog harder. Maar helemaal gaaf en volgende keer gaan we gewoon weer harder. Helemaal leuk. De kwalificatie, hoe ging die? Ja, die ging eigenlijk best wel goed. Ik had hiervoor een paar rondjes gereden. Ik mocht als laatste de kwalificatie afsluiten. En ja, we staan uiteindelijk tweede in onze klasse. En degene die eerste staat, die is ook wel echt een stuk sneller. Dus die is heel moeilijk voor ons om bij te houden. Dus we zijn hier tevreden mee.